أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا إمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My best brothers and sisters, het is een grote gunst van Allah subhanahu wa ta'ala dat wij, voor degenen die aanwezig zijn hier in de moskee, ons bevinden in de beste plek op aarde. Voor de broeders en zusters die live meekijken, voor hun, jammer, ze krijgen alleen de beloning van luisteren en meekijken natuurlijk. En inshallah ta'ala gaan ze mee wat profiteren en meer kennis opdoen. Maar voor degenen die hier aanwezig zijn in de moskee, je wil niet weten waar jij aanwezig bent. Er is zo'n mooie hadith voordat ik begin met het onderwerp. Rasulullah s.a.w. heeft aangegeven dat de beste plekken op aarde zijn de moskeeën. Echt, jongens, dames, mijn advies naar jou toe vandaag is, waar ik mee begin, en die advies geef ik natuurlijk eerst aan mezelf en aan jou. En dat is, jongens, dames, probeer elke moment die je hebt in je leven door te brengen in de moskee. Er is geen betere, er is geen mooiere, rustgevende plek als de moskee. Khairul biqa', zoals men heeft gezegd in een hadith, khairul biqa' fil ardil masajid. De beste plekken op aarde zijn de moskeeën. Waarom? Want daar bevinden ook de engelen zich. In de moskee. De moskee is vol engelen. Vol barmhartigheid van Allah subhanahu wa ta'ala. De genade van Allah is allemaal in de moskeeën. Vroeger, de vrome mensen, die deden niks anders dan in de moskee hun tijd doorbrengen. Ze gingen naar de moskee gewoon om te zitten. Zoals mensen nu zeggen van laten we even naar de stad gaan. Waarom? Wil je iets kopen? Nee, gewoon even tijd doden. Dan gaan ze naar de stad, dan gaan ze winkel in, winkel uit. Hoe heet dat? Window shoppen. Laten we window shoppen. Ze kopen niks. Ze hebben niks nodig. Maar het is gewoon even tijd verdoen en tijd eigenlijk verspillen. Sahaba, tabi'in, een vrome mens. Tot de dag van vandaag, wat doen ze in plaats naar de markt te gaan, in plaats naar de winkelcentra's te gaan, komen ze naar de moskee. Weet je, als jij in de moskee gewoon zit, je pakt geen mushaf om te lezen, je leest geen Koran, je doet geen dikker, je doet geen dua, je bidt niet, niks. Niks. Je bent gewoon, je zit, je leunt tegen de muur of tegen een pilaar, en je zit. Zolang jij in de moskee aan het zitten bent, zijn er specifieke engelen. In de hadith, zoals men heeft gezegd, er zijn specifieke, speciale engelen geschapen die doen dua voor degene die in de moskee zit. En die zeggen, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. O Allah, vergeef hem. O Allah, wees barmhartig met hem. O Allah, vergeef hem. O Allah, wees barmhartig met hem. En ze blijven deze woorden herhalen zolang jij daar in de moskee zit. Zolang jij daar zit, deze dua krijg je van de engelen. Daarom is het heel moeilijk voor sommige mensen om in de moskee te blijven. Ze kunnen niet blijven. Ze kunnen wel in de park uren zitten, maar in de moskee krijgen ze het benauwd. Ze kunnen niet lang in de moskee blijven. Want, zoals heeft het ook gezegd, en degene die in de moskee tot rust komt, dat is de gelovige, in persoon met iman. Als jij je rust vindt in de moskee, alaykum salam, als jij rust vindt in de moskee, dat wil zeggen dat jij inshallah iman hebt. En Rasulullah heeft een hele,
ik ga het toch zeggen, het zijn de woorden van Rasulullah sallam, maar het is wel heel hard. Zoals hij heeft gezegd, een gelovige, iemand met iman, die in de moskee verblijft, is zoals een vis in de zee, in de oceaan. Weet je, als je een dolfijn hebt in de oceaan, hoe voelt hij zich? Helemaal vrij. Zoals een vrije vogel in de lucht. Heerlijk. En na'udhu billah, mag Allah ons behoeden. Iemand waarvan ze immens zwak is en in de hadith een munafiq, een hypocriet, die voelt zich binnen de moskee alsof hij in een gevangenis zit. En hoeveel kafas. Kafas is de kooi, lijkt alsof hij in de kooi danst. Ik weet niet of jullie ooit die parkiet, zeg ik het goed? Die parkiet of papegaai in de kooi. En dan wil hij van die kant wegvliegen, dan komt hij tegen de kooi aan. Daar, en helemaal psychisch, dat dier die is helemaal psychisch geworden, want hij komt elke keer tegen de glas aan als hij in een aquarium zit, of als hij in een kooi zit, dan komt hij elke keer tegen die rails aan. En dan, hij wil er weg, maar kan niet. Precies hetzelfde. Dus sinds na Maghrib, want ik weet dat er sommige jongeren al van jullie al vanaf Maghrib hier al zitten en ze wachten op de lezing dat hij gaat beginnen. Nou, geloof me, vanaf dat moment dat jij je voet stapt binnen bent gestapt in de moskee en de engelen zijn dua aan het doen voor jou en die zijn vergevenis aan het vragen voor jou. Dit is de grootste beloning die je ooit kunt krijgen, inshallah ta'ala. En nogmaals, probeer zoveel mogelijk naar de moskee te komen. Probeer gewoon, weet je, gewoon echt te zitten. In plaats dat je rondhangt hier en daar. En als je niks te doen hebt, zoals ze zeggen. En als jij denkt van, nou weet je, laten we even naar het centrum gaan. Nee, laten we even naar de moskee gaan. Wanneer komt er een moment dat onze jongeren gaan zeggen. En ik heb het ook, dit geldt voor jongeren in het algemeen. Dames en heren, voor de jongens en de meisjes. Dat we zeggen van, kom, laten we eens een keer naar de moskee gaan. Gewoon even lekker zitten in de moskee. Gewoon zitten. Om die beloning te krijgen, inshallah ta'ala. Dus mag Allah subhanahu wa ta'ala ons die beloning ook geven. Mag Allah subhanahu wa ta'ala ons tot diegene doen behoren die als ze in de moskee zitten, dat ze zich als een vis in de oceaan, als een vogel in de hemel voelen, inshallah ta'ala. Het onderwerp. De tijd is kort, maar ik ga proberen om een paar punten over de karakter van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam te vertellen, inshallah. Hoe was de karakter, de eigenschappen van deze man? Hoe was hij? Hoe was hij ook bekend onder zijn vrienden, in zijn jeugd en daarna? Zoals jullie weten, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is als een wees opgegroeid. Dit zegt wel wat. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is als een wees, geen vader. En daarna heeft hij ook zijn moeder verloren op zijn zesde jaar. Toen hij zes jaar was, heeft hij ook zijn moeder verloren sallallahu alayhi wa sallam. Dus hij is echt als een wees, kind opgegroeid. Opgenomen door zijn opa. En zijn opa is op zijn achtste overleden. En daarna opgenomen door zijn oom Abu Talib. En die heeft dan hem opgevoed. Maar jullie weten allemaal, en dat zeggen we, dat is bekend, dat ja, een kind die zonder ouders opgegroeid wordt, is toch anders. Zijn karakter, zijn eigenschappen, zijn manier van doen, is heel, heel anders. En dat zie je terug bijvoorbeeld als je zegt van ja, maar dit kind heeft geen vader in zijn leven gehad. Want er was geen vaderfiguur in zijn leven die hem soms op de vingers moet tikken. Soms hard kan aanpakken. Want een vader in een gezin, een vader tegenover een kind, is wel heel belangrijk. Dat je een vaderfiguur hebt in je leven waar je naar kijkt en ook bang van bent. Want als je vader hebt, als je alleen maar moeder hebt, ja, moeder kan wel schreeuwen. Weet je, ze kan wel op zijn kind een beetje schreeuwen. Ah, waar was je? Je was te laat, bla bla bla. En dan
gaat ze weer en dan de volgende dag is het allemaal goed. Maar vader schreeuwt niet. Die gebruikt iets anders. Die is strenger. En soms hebben we in onze opvoedingsfase hebben we die twee nodig. Je hebt die barmhartigheid en die zachtheid van je moeder nodig. Maar je hebt ook die wat hardere aanpak van je vader ook nodig. Dat is het ideale. Maar Rasool Aslam had geen van beide. Hij had niet die barmhartigheid van zijn moeder, die zachtheid van zijn moeder, maar hij had ook niet die hardheid van zijn moeder om opgevoed te worden. Waarom ik deze voorwoord zeg, om te weten dat al is hij opgevoed als een wees, al is hij grootgebracht als een wees, sallallahu alayhi wa sallam, maar toch heeft hij de beste karakter, de beste opvoeding, want Allah heeft het ook gezegd in de Koran. En wij geloven in de Koran en Allah heeft gezegd, wa innaka la ala khuluqin azim. En o Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, jij bezit de beste nobele, de grootste nobele gedrag. De beste nobele gedrag. Hoe komt dat? Nou, daar blijft maar één ding over. Daar blijft er maar één ding over. En weet je wat dat is? Dat Allah jou gaat opvoeden en bijstaan. Want ja, de vader is er niet, de moeder is er niet. Wat blijft er dan over? Allah subhanahu wa ta'ala. En dat is ook wat er gebeurd is met Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Het mooie is, de opvoeding van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam begon al toen hij een jaar of 3, 4 was. Daarvoor natuurlijk al, maar toen hij 3 en 4 jaar was, is er iets heel aparts gebeurd. Rasulullah is opgenomen. Meestal dan word je opgenomen in een ziekenhuis, maar dit keer was het gewoon in een weiland. Hij was aan het spelen met zijn broertjes en zusjes. En plots verscheen er een hele grote engel. 2 grote engelen. 2 mannen verschenen, kwamen tevoorschijn. Zijn zoogbroertjes, broers en zus, schrokken, wat gaat er gebeuren? Die 2 engelen, die namen Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam vast. Ze legden hem op de grond en ze gingen een hartoperatie verrichten. De kinderen schrokken. Normaal, als jij nu aan het spelen bent in de tuin en dan plots komen er 2 mannen en die pakken jouw broertje. Dan ga je schreeuwen, dan ga je de 112 bellen, dan ga je mama roepen, dan ga je naar je vader. Dat is normaal. Helemaal als je ziet dat zij een operatie gaan verrichten op straat of op het veld. Dus de kinderen die renden naar huis. Van papa, mama, papa, mama, papa, mama, Mohammed, Mohammed. Intussen tijd, die engelen hebben iets heel belangrijks gedaan. Ze hebben hem een hartoperatie gegeven. De hart geopend, het hart eruit gehaald als het ware. En de operatie van het hart weer gedaan. En daarvan iets zwarts uitgehaald. Iets zwarts. En ze zeiden tegen hem, dit is dat stukje, dat zwarte gedeelte in de mens, elke mens heeft, dat van shaitaan afkomstig is. Hadha hadbu shaitaan mink. Dit is dat stukje, dat zwarte verduisternis van de shaitaan, die hebben we nu weggehaald. Daarna hebben ze zijn hart gewassen met water van zemzem en daarna dicht gedaan en in de terug gedaan. Voordat de ouders kwamen, toen zijn zoogmoeder kwam, wat is er gebeurd? Sassel was alweer wakker. En alsof er nooit wat is, hij was wel nog een beetje duizelig, sallallahu alayhi wa sallam. Maar die engelen waren al weg en ze kon niks zien. Hij is weer helemaal compleet als het ware. En dat was ook het moment dat ze zei van, weet je wat, breng hem terug. Ik geef hem terug aan zijn moeder, want dit gaat niet goed aflopen. Wat ik hiermee wil aangeven is, dat is het moment van het opvoeden. Hier leren we ook van, wil je een goede karakter, wil je dat je kinderen
een goede karakter hebben later, dan moet je beginnen bij heel jong. Moet je heel jong beginnen. En vanaf dat moment, Allah zegt tegen hem, wa innaka bi'a'yunina, o Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je bent onder mijn behoede. Ik hou je in de gaten, wees maar niet bang. Ik hou je in de gaten en in andere woorden, ik ga jou opvoeden. Ik ga jou opvoeden, ik ga jou alleen maar dat goede gedrag laten doen en tonen en dat andere absoluut niet. Waardoor Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam later bekend is geworden in Mekka en Medina. In de tijd, dus voordat hij de profeetschap kreeg, was hij zo bekend. Maar met wat? Met de nobele gedrag en karakter. En wat is nobel gedrag? Wat is een goed karakter? Rasulullah heeft gezegd, even tussen haakjes, als tegen de zusters, hij praat nu tegen de zusters, tegen de vrouw, of tegen de ouders van een meisje, als iemand naar jullie komt om de hand te vragen van je dochter, dan moet je kijken naar twee eigenschappen, twee zaken. Dien, hoe is haar geloof? Hoe is zijn geloof, sorry? Dan moet je naar de jongens, dan moet je letten op zijn dien en letten op zijn karakter. Twee belangrijke aspecten. Dien en karakter. Nou, en om te weten wat voor dien, hoe zijn dien is, heel simpel als je, dus jongens, als jij ooit je een hand gaat vragen, eerst in de dings kijken, in de gebedskalender kijken, wanneer, hoe laat Fajr is. Even eerst, al bid je het Fajr niet op tijd, geeft niet. Het geeft wel natuurlijk, maar lajadina. Maar als je hand ooit gaat vragen, wie is van jullie nog niet getrouwd? Het meeste denk ik, toch? Maar wie is binnenkort, inshallah? Inshallah. Dan kijk eerst op de gebedskalender hoe laat Fajr is. Want als de vader van, van het meisje jou vraagt hoe laat is Fajr, hoe die? En jij begint, dat zegt wel iets over je, over jouw dien. Dat zegt al iets over jou. Dien. Iemand anders, die toetste eerst de personen die bij hem kwamen. Ik denk dat jullie het verhaal al eerder hebben gehoord, maar ik ga hem toch even vertellen om een beetje iedereen op te vrolijken hier, want ik... Iemand ging hand vragen. Assalamu alaikum, alaikum salam, thee. Je weet hoe dat gaat, iedereen happy. De vader van de meisje wil weten van, wie heb ik voor me? Kijk, nu iedereen vraagt, werk je? Hoeveel verdien je? Heb je een huis? Wat voor auto heb je? Wat voor diploma's heb je? That's it. Jammer genoeg, dat is niet alles. Dus wat deze man deed, is, hij vroeg aan iedereen die kwam, of tenminste deze persoon, assalamu alaikum, hoe heet je? Hij zegt, ik heet Ibrahim. MashaAllah, wallah, mooie naam. Wie heet van jullie Ibrahim hier? Niemand? Subhanallah. Ik zeg, mooie naam, mashaAllah. Ken jij Surat Ibrahim? Er is een surah in de Koran die heet Surat Ibrahim. Hij zegt, ik ken het wel. Hij zegt dan, ik heb er wel van gehoord, maar hij zegt, nee, zeg het. Zeg het op, lees het. Nee, kan ik niet, ik heb het nooit geleerd. Hij zegt, sorry. Dan ben jij geen kandidaat voor mijn dochter. Salam alaikum. Tweede persoon is gekomen. Later, tweede persoon is weer gekomen voor het meisje. Vader vraagt, hoe heet je? Hij zegt, ik heet Hud. MashaAllah, echt een mooie naam. Hud, Nabi, profeet, prachtige naam. Je vader heeft een mooie naam gekozen. Maar ken jij Surat Hud of niet? Nee, geen probleem. Ga maar naar huis, je bent geen kandidaat. Derde heet Noor. Verschillende namen en elke naam komt, want in de Koran staan heel veel namen. Elke keer zegt iedereen, ik ken het niet. Je weet hoe dat gaat. En dan helemaal nu in deze tijd van, luister, als jij de hand gaat vragen bij die man, de hand van die meisje gaat vragen. De eerste vraag die je krijgt is, hoe heet je? En dan gaat hij kijken in de Koran. En dan gaat hij zeggen, lees die surah. Een jongen dacht, ik ben slim.
Ik ga het echt slim aanpakken. Hij is gegaan. Zag mijn zoon. Hoe heet je? Even een lang verhaal kort te maken. Hoe heet je? Hij zegt, ik heet Yassin. Mashallah, mooie naam. Ken je Surat Yassin? Nee, hij zegt, ik heet Yassin, sorry. Hij zegt, ik heet Yassin, maar, ze noemen mij Fatiha. Ik heet Yassin, dat is wat in de papieren staat, maar ze noemen mij Fatiha. Dus als je wil, kan ik Surat Fatiha lezen voor je. En dan, hij dacht, ik ga slim doen. Dus, heel belangrijk, mijn beste broeders en zusters, is dat je nobele karakter bezit. Want Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is opgevoed door Allah subhanahu wa ta'ala. Waarom? Want Allah wilde iets bereiken met deze persoon. Om hem uiteindelijk als een boodschapper te hebben en de beste persoon op aarde. Maar Allah heeft ook tegen ons gezegd in de Koran: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةً إِسْوَةٌ وَأُسْوَةٌ حَسَنَةً. Allah zegt, jullie voorbeeld moet jullie nemen van deze man. Wil je in het paradijs komen, dan moet je zijn voetstappen volgen, anders kom je er niet. Dus ook qua karakter moet je zijn karakter volgen en proberen te hebben. Khadija radiallahu anha, ze werd niet verliefd op Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, terwijl hij 15 jaar jonger is dan haar. Hij was 25 en zij was 40. Ze werd niet verliefd zomaar. Het is niet omdat hij rijk was. Ze wist dat hij geen cent op zak had. Ze wist dat hij arm was. Ze wist dat hij geen huis had, geen inkomen had. En hij werkte gewoon als ZZP'er, zoals ze zeggen in deze tijd. Af en toe wel werk, af en toe geen werk. Weet je, hij werkte gewoon voor, soms voor die, soms voor die, soms voor die. Ze wist al dat, terwijl zij stinkend rijk was. Ze was een miljonair. Ze was gewoon multimiljonair, een van de rijkste dames, mensen van Mekka. Grote, grote heren. En dan bedoel ik met heren, de leiders kwamen haar hand vragen. Ze wilde niet, ze weigerde. Maar toen ze Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, over Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hoorde en kende, wilde ze hem wel voor haarzelf hebben. Waarom? De karakter. En zij beschrijft de karakter van Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. En dat is waar ik het over wil hebben in deze paar minuten. Kijk wat voor karakter, waar zij, wat haar trok. Weten jullie dat Aisha radiallahu anha, Khadija radiallahu ta'ala anha, ze beschreef Rasulullah sallam. 1. Ze had hem al gekend, maar ook daarna heeft ze met hem geleefd voor 15 jaar. Vanaf 25 tot en met 40, tot er zelfs 40 werd. En een vrouw van 40 is al wijs. En ze werd 41, 42, 15 jaar was ze al hoeveel? 55, dus ze was een hele wijze vrouw. Rijp en wijs, zoals ze zeggen. Toen Rasulullah sallam van Ghar Hira terugkwam, en het verhaal kennen jullie wel misschien, gebeurt wat er gebeurde, Jibril is gekomen en zei tegen hem, ikra, lees. En Rasulullah sallam zei, ik kan niet lezen. En hij heeft hem gepakt en helemaal zo hard omhelst. Dat Rasulullah sallam zei dat ik bijna stikte. Ik kwam ademtekort en toen heeft hij mij gelaten. 3 keer deed hij dat met hem. En toen ook, toen hij naar beneden liep van Ghar Hira om naar huis te gaan. Rasulullah wibberde helemaal, was heel bang. Als jou dit overkomt, zoiets dat jij... Weet je, soms, dan rij jij op je scooter, op je fiets, in de auto. En dan gebeurt er iets. Hoe voelt je hart? Hoe? Ik kan gewoon op de derde zetten. Je buik die gaat helemaal door elkaar en je hart die gaat harder. Want je bijna een ongeluk lijkt. Je had bijna een ongeluk. Dan blijft het nog. Ja, dan blijf je nog wibberen. En als je een beetje, als je iman hebt, dan ga je istighfar doen. Dan ga je tawaf verrichten. Dan ga je, want ja, dat was. Dan ga je Allah gedenken. Wat ik hiermee wil aangeven is dat
Hetzelfde kwam Rasulullah over. Dus hij had die hartkloppingen. Hij, iets ergs groots kwam, overkwam hem, wat hij niet meer aankon. Hij komt thuis bij zijn vrouw. Helemaal wibberend, bang, echt bang, bang. Want hij heeft iets meegemaakt dat hij nooit mee heeft gemaakt. En tijdens het lopen naar huis hoorde hij bomen, hoorde hij stemmen. Hij hoorde bomen, stenen, rotsen zeggen: Assalamu alayka ya Nabiyallah. Assalamu alayka ya Nabiyallah. Bomen waren blij, stenen waren blij, rotsen waren blij, dieren waren blij. Iedereen was van: yes, de tijd is gekomen. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is gestuurd. Die Nabi, die profeet, die de umma, de mensheid gaat redden, is er. Iedereen was blij. Maar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zelf, hij was aan het wibberen, want die dacht: ik ben nu helemaal doorgedraaid. Hij hoorde stemmen. Hij dacht: Safi, wat is dit? Ben ik nou gek aan het worden? Dat ik stemmen aan het horen ben? Ben ik nou, wat is er met mij? Ik wil dat je die moment even meeleeft. En je erin beeldt. Wat voor gevoel ga je dan krijgen? Dat je stemmen hoort. Dan lijkt het alsof je helemaal, Safi, doorgedraaid bent. Hij komt thuis. Met deze situatie die ik net heb geschetst. En nog erger. Hij komt thuis, sallallahu alayhi wa sallam. Zijn vrouw ontvangt hem. Khadija radiyallahu anha. Wat is er, lieverd? Wat is er, Habibi? Mohammed, wat is er? Weet je van, ma heb ik? Wat is er? Weet je, door de angst kon hij ook niet normaal praten. Hij wibberde helemaal, van, helemaal stotterend. Sallallahu alayhi wa sallam. Faqal, zammiluni, dathiruni, zammiluni, dathiruni. Gooi iets op mij, gooi, ik heb het koud, gooi een deken op mij, wikkel mij in een deken of iets dergelijks, wat helemaal wibberend. Weet je, als je het heel koud hebt, dan je tanden helemaal tegen elkaar. Zo was Rasulullah sallam. Khadija zegt: lieverd, houden ala rislim, vertel mij, wat is er? En toen vertelde hij, nadat hij even bij is gekomen, vertelde hij het verhaal van: ik was, zoals je weet, in Ghar-e Hira en ik bleef daar en dit 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 is mij overkomen. En ik weet niet, ben ik nou gek aan het worden? Want wie kent het beste, wie kent de man het best? Zijn vrouw. Er is niemand die een man op zijn best kent, behalve zijn vrouw. Want ja, daar zijn geen geheimen tussen. Er is het leven daar tussen de man en de vrouw is geen grenzen meer. De man kent zijn vrouw op zijn best en omgekeerd ook. Dus zij kende hem op zijn best, de best. En toen hij dat tegen haar zei van: ben ik nou gek aan het worden, Khadija? Wat ga je mij nou voor gek verklaren? Ik wilde iets zeggen, daarom lach ik. Ik denk, als het nu in deze tijd zou gebeuren met een van de dames, dan gaat ze gelijk 112 bellen. Ola, de... Ola, de psychiater, Ola, van: kom en neem me mee alsjeblieft, want deze man is helemaal doorgedraaid, miskien, oude billah. Maar dat is als ze weet hoe jij bent. Als ze weet hoe jij bent, maar als zij weet, wallahi, en ik zweer, als zij weet dat jij een goede persoon bent, dat jij het beste wil voor de mensheid, en dat jij altijd denkt over de moslims, hoe, en dan kom je en je zegt: wel, ik kan niet slapen, ik heb slaaploze nachten gehad, want de umma die verdrinkt, iedereen is verloren, de meisjes zijn weg, onze jongeren zijn alleen maar in shisha bars. En je gaat dan zo'n gesprek aan met jouw vrouw. Ik denk dat ze dan een hele andere kijk naar jou gaat hebben. Maar ze moet je wel kennen natuurlijk. En dat is wat er met Khadija is gebeurd. Ze kende haar man. En weet je wat ze zei? De eerste woorden: wallahi lan yukhzik Allahu abada. Ik zweer bij Allah, Allah zal jou nooit vervloeken, maar dan ook nooit. Ze weet niet wat islam is, ze weet niet wie Jibril is, ze weet er nog niks van. Het enige wat ze weet, dit is mijn man en ik ken hem. Iemand met zo'n nobele, met zo'n goed gedrag en karakter, is onmogelijk dat Allah hem iets slechts gaat aandoen. En ze zei het ook, ze noemde... Heel mooi, ze noemde gelijk de nobele gedrag van Rasulullah sallam en die belangrijke punten. Ze zei als eerst: jij helpt, jij bent een helper, iedereen die in nood is. Iedereen die in nood is, jij helpt hem.
Ik heb nog nooit gezien, Khadija zegt, ik heb nog nooit gezien dat iemand bij jou aanklopt op 2 uur, 3 uur 's nachts, in de ochtend, in de avond, wat je ook maar aan het doen bent, hoe laat het ook is, als iemand bij jou aanklopt, jij staat altijd klaar voor die mensen. Iemand met zo'n gedrag, zo'n karakter, Allah zal hem niet vervloeken. Dat is eerst, hulpzaam zijn. En de vraag is nu, hoe hulpzaam ben ik? Hoe hulpzaam ben ik? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de sahaba zeggen, zoals Hassan ibn Thabit, de sha'ir van Rasulullah sallam, de gedichter van Rasulullah sallam, zoals ze hem noemen, heeft gezegd, lawla tashahudu lakana la'uhu na'amu. Als de tashahud er niet was, want in de tashahud zeggen we, la ilaha illallah, er is geen God behalve Allah. Hij zegt, als de tashahud er niet was, dan zou Rasulullah sallam het woordje la, nee, geen, niet kennen. In andere woorden, het is altijd een ja. Een keer over hulpzaam zijn en altijd ja, ja. Ik krijg soms op mijn kop, sheikh, durf een keer nee te zeggen. Je moet eens een keer nee zeggen. Hoe kun je nee zeggen? Als iemand jou belt en hij is in nood. Als iemand contact opneemt met jou en hij verdrinkt als het ware. Dan ga je zeggen, nee, sorry, ik heb geen tijd voor je. Is moeilijk. Is moeilijk. Is niet dat ik het niet zeg hoor. Ik zeg af en toe, sorry, ik heb geen tijd. Mag Allah mij vergeven. Maar het voelt moeilijk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, een keer, de eerste kwam bij zijn deur aankloppen. Ze wilde net eten. Komt de eerste. Ik heb honger. Geef mij wat. Maar die waren wel eerlijk. Ik wil toch even tussen haakjes zeggen. Die waren wel echt arm. Niet zoals die mensen die nu op de straat, ze hebben er een baan van gemaakt. Het is hun werk. Daar praten we niet over. We hebben het over echt iemand die honger heeft. Iemand die arm is en die is aan het bedelen. Die kwam bij de Rasulullah sallam. De eerste kwam. Rasulullah heeft hem gegeven wat hij kon geven. Is hij weggegaan. Kwam de tweede. Rasulullah wil net weer aan tafel gaan. Zitten om te eten. Komt de tweede. Ja, klopt aan. Geef mij weer te eten. Geeft hij hem weer wat. De derde persoon komt, geeft hij hem weer wat. Aisha radiallahu anha zegt, ik had niks meer te eten, maar Rasulullah had niks meer te eten. Wie van ons zal dat doen de dag van vandaag? Maar echt hongerig, hè? Ik heb het over echt arm personen, niet die mensen die er een werk van hebben gemaakt. Want wat bedoel ik met die mensen die er werk van hebben gemaakt? Mij persoonlijk overkomen, dat ik iemand zegt, vandaag nog, subhanallah, ik was in een plek. Vandaag. Broeder komt en zegt, ik kom uit die in dit land en ik heb honger. Ik zeg, geen probleem, habibi. Heb je honger? Hij zegt, wallah, geef mij wat geld, ik wil even eten kopen. Ik zeg, nee. Ik geef geen geld. Kom. Ik ga jou, inshallah ta'ala, laten eten wat je lekker vindt en hoe duur het ook mag zijn. Kom mee. Ik zeg, kom, hier om de hoek is er een... We gaan kijken in de straat, we gaan zoeken naar een restaurant. Vandaag mag inshallah ta'ala van mij part 5 star, voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht. Kom. Nee, ik wil geld. Ik zeg, geld heb ik niet. Wil je eten? Bismillah. Wil je niet eten? Sorry. Ja, nee, maar ik moet ticket kopen, ik moet dit kopen. Toen begon hij een hele andere verhaal. Kijk, toen wist ik al hoe laat het was, toen heb ik gezegd, sorry. Ik ga mijn tijd niet voordoen met jou. Salamu alaikum. Dus als hij echt honger had, bismillah, ga lekker eten. Wat wil je eten? Gebraden kip? Wil je vis bestillen eten? Eet wat je maar lekker vindt. Geen probleem. Maar als hij zegt, ik wil alleen maar geld. Allahu a'lam wat hij mij gaat doen. Dat wil ik niet. Maar even terug. Dus Rasulullah sallam, ze waren echt hongerig. De eerste kwam, de tweede kwam, de derde kwam. Hij gaf. Tot alles thuis op was. Hij is met honger gebleven die dag. Zijn vrouw is met honger gebleven die dag. Toen kwam een vierde persoon. En Rasulullah sallam zei, luister. Ik zweer bij Allah. Als ik nog iets had, had ik jullie gegeven. Nadat hij ook letterlijk alles met zijn eigen handen heeft weggegeven, sallallahu alaihi wasallam. Hij zegt, maar we hebben ook niks.
Alhamdulillah. Kijk dan. En daarom zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma istighham wa amma sa'ila fala tanhar. Allah heeft hem. Als je het karakter van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wil kennen, lees Surat al-Nashrah en Surat al-Duha. Daar praat Allah subhanahu wa ta'ala heel mooi over hoe hij Rasulullah heeft opgevoed. Van iemand die jou vraagt, moet je hem nooit wegsturen zonder iets te geven. Wa amma sa'ila fala tanhar. Iemand die jou vraagt omdat hij nodig heeft, moet je hem niet wegsturen. Dat is het eerste. Rasulullah was hulpzaam. Ten tweede, ze zei tegen hem, jij bent heel gul, jouw huis is altijd vol. Jouw huis is altijd vol, je bent gul, jij geeft. Rasulullah, zijn huis, is altijd, zijn altijd gasten. Altijd gasten in het huis van Rasulullah. Altijd, als iemand komt, marhaban, yalla. En het verhaal kennen jullie, dat heeft hij geërfd van zijn familieleden, zijn opa, en zijn opa heeft dat van zijn opa, en dat gaat zo maar door, tot Ibrahim alayhi salam. Want de gulste man op aarde was Ibrahim. Er wordt gezegd dat Ibrahim alayhi salam nooit, maar dan ook nooit alleen heeft gegeten. Nooit. En als er niemand was, ging hij zoeken. Hij ging niet eten. De straten in, kom. Tot hij iemand vindt, kom mee naar huis. Ik kan niet alleen eten. En de dag van vandaag. Wanneer is het laatste keer dat iemand bij jou thuis is geweest? Ik heb het dan over mensen die getrouwd zijn en een eigen woning hebben. Wanneer is het laatste keer dat je iemand hebt uitgenodigd thuis voor een etentje? Buiten jouw familie. En, kijk, die komen voor... Die moeten komen. Die hebben geen keus. Je gaat naar hun, zij komen naar jou. Ik heb het over gewoon dat je random iemand uit de moskee... Je kijkt, hey, die broeder... Het is lunchtijd. Het is etenstijd. Hij is niet weggegaan. Kom, broer. Jij gaat met mij vandaag eten. Hoe zeg je dat? Aangekondigd. Aangekondigd thuis. Dan mag je je koffer al inpakken. Als je thuis komt met 2, 3 man. En je hebt geen telefoontje gepleegd. Of niet geappt naar huis. Dan mag je al je koffers inpakken, want de vrouw die wordt dan heel boos. Dus, alhamdulillah, in deze tijd hebben we apps. En we hebben allerlei communicatiemiddelen. App van tevoren, van ik ben onderweg. En het mooie is hierover, je hoeft niet een hele uitgebreide maaltijd te geven. Hoeft niet. Daarom, we maken het moeilijk voor onszelf. Wat je maar thuis hebt, wat je gekookt hebt voor jezelf, die frikandelletjes, die kroket, wat je besteld hebt van buiten, die pizza die je hebt besteld, die eten we samen, is genoeg. Heb je niks? Olijfolie heb je? Alhamdulillah, olijfolie met honing, heerlijk. Heerlijk. Rasulullah had een keer ghal, azijn met brood. En dan heeft hij nog mensen voor uitgenodigd. Dan ben je gul. Wij maken het soms ook moeilijker voor ons, want als je iemand, voor onszelf, want als je wil iemand uitnodigen, maar dan moet je uitgebreid gaan koken. En dan moet de vrouw een hele dag in de keuken staan. Ja, sorry, maar dan is het 1 keer in het jaar meer dan genoeg. Nee, hou het simpel. Onze islam is ook heel simpel, makkelijk, toegankelijk voor iedereen. Ze zei ook dus tegen hem, jij bent een heel behulpzaam persoon. Jij, behulpzaam in het hele brede zin. En je bent heel gul. En jij hebt nog nooit gelogen. Weet je? De persoon die jou echt kent, of je ooit liegt of niet, is je vrouw. Is je vrouw. Want soms, weet je, dan zit je aan de telefoon en dan belt iemand en dan zeg je... Dan zeg je straks of ik ben er niet of ik dit of dit. En die vrouw hoort dat. Dus ze weet van, hey, dat is een leugen. Eigenlijk hoor je dat niet te zeggen. Maar omdat het je vrouw is, ze staat je bij en ze denkt, oké, voor de goede doel tussen haakjes. En ze zegt tegen hem, ik heb 15 jaar met jou geleefd. En ik heb nog geen witte leugen gehoord. Geen grijze leugen. Geen zwarte leugen, want leugen heeft geen kleuren. Leugen is leugen. Je hebt nog nooit gelogen in je leven. En jij bent zo betrouwbaar.
Hij was bekend in het hele, Rasulullah was zo betrouwbaar in hele Mekka, dat als iemand iets had om te bewaren, dan kwamen ze naar Rasulullah om het daar bij hem te bewaren. Want hij was de betrouwbaarste persoon op aarde. Betrouwbaarste persoon. Dit zijn een paar karakters of eigenschappen van Rasulullah die aanduiden op een goed karakter, hulpzaam zijn, altijd de waarheid vertellen, niet bedriegen, gul zijn, betrouwbaar zijn en barmhartig zijn, sallallahu alayhi wa sallam. En dat zegt Allah ook in de Koran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hij is de barmhartige voor de hele werelden, alle werelden, voor de mens, dieren, zelfs voor de djinn. Weet jullie dat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ook barmhartig is voor de djinn? En er is een hadith, en daar ga ik ook mee eindigen, insha'Allah ta'ala. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zei in een hadith, ga geen istinja doen als jij in de weiland loopt of buiten. Vroeger, dan gingen ze istinja, dan hadden ze geen papier of wat dan ook. Istinja is dus als jij grote boodschap hebt gedaan. Even heel lahaya of din, dit is geen, we moeten onze din leren. Rasulullah sallam heeft gezegd, dan moet je vegen, dan moet je moet wassen. Of vegen eerst, voordat je gaat wassen. En mensen gebruikten vroeger steen. Nu gebruiken ze alhamdulillah wc-papier, maar vroeger, of nou, nog steeds hoor, als jij ergens bent en er is geen, en je hebt geen wc-papier bij je, en je moet naar de wc, en je moet voor het grote boodschap gaan. Wat moet je dan doen? Hoe ga je dan, wat ga je gebruiken? Dan kun je steen gebruiken, stenen. De Sassanem heeft gezegd, gebruik geen botten. Weggegooid botten, mensen eten, die gooien ze dan weg. Hij zegt, gebruik geen botten, want die botten zijn het eten van de djinn. Die botten zijn het eten van de djinn. Daar mag je geen istinja mee doen. Daar mag je niet mee jouw uitwerpselen vegen. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam denkt zelfs voor de djinn. Zo barmhartig hij is, hij sallallahu alayhi wa sallam, voor een wezen die wij niet zien. Maar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam denkt zelfs voor hen, over hen. En hij probeert ons aan te sturen hoe wij ook dingen gaan, hoe wij goed kunnen zijn, zelfs voor de wezens die wij niet zien. Er valt nog heel veel te zeggen over het gedrag van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam met voorbeelden. Alleen de tijd is zeer te kort. En het is nu bijna Isha-tijd. Dus inshallah ta'ala, ik hoop dat deze lezing, deze woorden jou hebben gestimuleerd om zelf nobele gedrag en karakter te hebben en meer te leren en te lezen over onze profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, zodat jij hem kunt volgen en op hem gaat lijken. Want geloof me, hoe dichter jij bij hem bent, hoe meer jij op hem lijkt, hoe jij de beste en iedereen gaat van je houden. Zelfs je eigen vijanden gaan van je houden. En zoals ik zei, ik wil nog voorbeelden geven van de vijanden die tegen hem waren, sallallahu alayhi wa sallam, maar door zijn nobele gedrag en goede karakter konden ze niks anders dan van hem houden en niet hem bedriegen, et cetera, et cetera. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons leiden, mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons de goede gedrag en karakter schenken, want uiteindelijk is hij degene die geeft. إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.